Uiteindelijk hier bij Van der Marel. Aller. Klaargelegd voor Ramselaar. Ramselaar met het paasje ertussendoor. Boymans mag het afmaken. En het is 2-0 voor FC Utrecht. Zo snel kan het gaan. Het wordt prachtig uitgespeeld. Ramselaar en Lijon. Jansen, koppo richting Boymans doelpunt. Ja, dan is het 2-0 en is het afgelopen. Mag je toch verwachten met een kwartier te gaan? Ludwig. Ramselaar. Achterin Lijon. Komt er nog aan ook. Lijon terug naar Boymans. En het is een volgende treffer. Ja, zo gaat het dus wel heel makkelijk en is het echt definitief. Over en uit deze wedstrijd. 78e minuut. Van der Velde verslikt zich even in de bal. En dan is Boymans weg. Ah, Boymans mist de controle. Krijgt hij een herkansing? Ja, en dan maakt hij wat. Het ziet er wat onhandig uit, maar dan maakt hij hem wel weer uitstekend. Een uitzondering. Van der Marel. Dit is een hele goede paas op Ramselaar en die komt er niet langs. Boymans raakt het verkeerd, maar daarna goed. En dus is het Boymans weer die Utrecht op voorsprong zet. Hier is Twente slordig. Ludwig. Barazit. En nu de kans voor Boymans. Dat moet een doelpunt zijn en het is ook een doelpunt. 1-3. Zo doet FC Utrecht toch nog wat terug na 85 minuten voetbal in Enschede. Wel een vrije trap met Ayoub. Ayoub, Boymans, 1-0 voor Utrecht. En dat hadden ze kunnen weten bij PEC. Het laatste kwartier. Volgende voorzet. Oh, er is de gelijkmaker van Boymans. Nou, dan is Stellende compleet. Althans, na afloop. Als het gaat om de beslissing van de scheidsrechter. En Boymans. Dus weer. Utrechts balbezit nu met Ayoub. Ruben. En een gelukje. Ayoub. Boymans wil hem graag in de voeten hebben. Ayoub heeft andere plannen. Van der Marel is helemaal vrij. En dan is hier de 1-0 voor Utrecht. Mooi uitgespeeld door de ploeg van Alphen. Jansen. Utrecht blijft rustig in deze situatie. Sterker. Dit is een aardige aanvalsopbouw met Boymans die wijst waar hij de bal wil hebben. Zover is Utrecht nog niet. Ruben, kappen en draaien in het 16 meter gebied. Probeert hij de bal mee te geven aan Duplan. En wat een gegogel. En dan is het 3-1. Wat een gegogel achterin bij NAC Breda. En weer is het Van der Weg die daar de mist in gaat. 1-0. Dat zou gezien de verhoudingen ook wel terecht zijn. En dan doet hij. Al ligt Nienhuis in de goede hoek. Hij ligt daar vergeefs, want Boymans schiet hard en onberispelijk binnen zijn 7e van het seizoen. Zoals in de eerste helft, 2 keer gebeurde, een goal. Jans, goeie paas, Ruben. Boymans zegt, ik wil hem nu hebben, ik sta nu vrij. En daar is Boymans met zijn goal. Weer Ruud Boymans. Boymans kan het hier afmaken en doet dat. 3-1 voor Vitesse.
gezet. Hij heeft ook nog wel eens linkervleugelverdediger gespeeld. Dat is altijd handig voor een trainer om dat om die wetenschap te hebben. Maar hij komt natuurlijk op het middenveld beter tot zijn recht. Oor. Goeie voorzet. Boymans voor zijn man en een magnifieke goal. Een schitterende goal. Wat PSV'ers daar ook verder. Zie je dat de kant moesten. Lewin. Ayoub Oor. Schep bal voor Boymans en nu dan wel raak. En dan zijn ze weer compleet. En dan gaat hij alsnog in het doel in de 9e minuut. Duric. Utrecht is feller, scherper in de duels. Rubin weer. Ja, prima spelletjes, dat goede paas op Boymans en daar is de 2-0. Is van de velde tegen de aanval van Utrecht met Oor. Goede bal op Boymans. Boymans kan het in zijn eerste wedstrijd al doen. En hij doet het ook. Dat is een mooie goal van Utrecht. Het is een verdiend doelpunt. En hij staat 5 minuten in het veld. Boymans een open te scoren voor.